beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van het programma KKF Info. Vandaag dinsdag 31 januari 2017. Ik zal u vandaag meer informatie geven omtrent de Kiwa-certificering. Op woensdag 25 januari 2017 is tijdens een informatiebijeenkomst bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken gesproken over de Kiwa-certificering. De heer Bert van Erkel, Lead Editor Management System bij Kiwa, verzorgde de presentatie ten behoeve van alle bestuursleden en kamerleden van de KKF. Het doel van de certificering is het verkrijgen van een level playing field van producenten. Voor de producenten is het ondubbelzinnig vastgelegd wat van hun verwacht wordt en waaraan producten moeten voldoen. Kiwa staat voor Keringsinstituut voor Waterleidingartikelen. Heden ten dagen blijkt de benaming niet meer te voldoen, omdat Kiwa nog veel meer doet, zoals certificatie-inspectie op het gebied van bouw, water, gas en duurzaamheid. Verder opereert Kiwa als een onafhankelijke certificeringsinstantie tegenover de toeleveranciers en de opdrachtgever. Kiwa is vanaf het jaar 2000 een private onderneming die bestuurd wordt door een eigen directie en heeft 48 werknemers wereldwijd. 10 jaar geleden waren er 2400 werknemers. Hiermee wordt de groei op het gebied van certificering aangegeven. Kiwa behoort tot een van de top 5 TIC-bedrijven. TIC staat eigenlijk voor Testing Inspection Certification Company, afgekort TIC. Kiwa is in diverse landen aanwezig, zo is Kiwa ook in Suriname vertegenwoordigd. Hier wordt voornamelijk gedaan aan systeemcertificering zoals ISO 9001, ISO 14001 en kwaliteitscertificatie. De certificering geschiet op basis van beoordelingsrichtlijnen die worden samengesteld door een college van deskundigen. Dit kan op elk gebied worden geprojecteerd, zoals water, bouw, agro, taxi, ziekenhuizen, etc. Een richtlijn op een bepaald gebied kan worden samengesteld zodra de partijen er belang bij hebben. Verder is vereist dat er een band moet zijn met de overheid die de vastgestelde richtlijnen accepteert. Indien men een college van deskundigen samenstelt, moet er onder andere gelet worden op personen met invloed, kennis en ervaring. Ten tweede, de reikwijdte. Dat houdt in welke producten en processen aangepakt moeten worden en waar er dringend behoefte aan verbetering is. Ten derde, bestaande normen zoals de ISO-normen. Ten vierde, een reglement voor productcertificatie. Wie kan productiecertificering verlenen? En ten laatste, als laatst, een nationaal keurmerk. Verder is gesproken over de internal quality schedule van de producent, waarbij gelet moet worden op onder andere de inkomende goederen zoals grondstoffen, controle tijdens de productie, een eigen controle op de producten tijdens de productie, eindcontrole, calibratie van meetapparatuur, en als laatst zowel interne als externe klachten, procedure, etc. etc. Beste kijkers, hiermee zijn we aan het eind gekomen van het programma KKF Info. Wilt u meer informatie omtrent de Kiwa-certificering? Neemt u graag contact op met het secretariaat van de KKF. Ik groet en graag tot de volgende aflevering.